ik heb niet zoveel foto's in mijn geheugen of video's in mijn geheugen dat met mijn vader dat ik de tijd heb meegebracht heb. Maar later, dan heb je die gevoelens toch nodig om terug te gaan van hé, ja, mijn vader heeft dit gedaan, heeft dat gedaan. Maar ja, die gevoelens, dat heb ik niet. Ik ben aan het denken van, heb ik nog die gevoelens met mijn vader? Ik kan nog 2 flitsmomenten herinneren, maar that's it. Dus het moment dat toen ik 16 jaar was, toen was ik op internaat, heb ik cadeau van hem gekregen, een leren jas. Ja, dat weet ik nog. Je wordt helemaal blij. Het is je vader en je ziet hem ook. Het is heel speciaal, omdat je hem, ja, je ziet hem niet zo vaak natuurlijk. Als je hem ziet, dan is dat weer een speciaal moment. Het is net als je jaarlijks de kerstman ziet. Nou, dat doet dan gevoel bij mij als ik mijn vader zo zag. Ik ben zelf opgegroeid in een wijk in Arnhem, dat heet Prinsenkaaf. Daar ben ik opgegroeid met mijn broertje. Nou, mijn ouders die waren gescheiden. Mijn moeder die moest keuzes maken en ja, die keuze was toch om mij, om mij op te leiden op een internaat. Toen ben ik overgeplaatst met 13, 14. Nou, ik ging daar naar school, ik ging daar studeren, ik sliep daar. Eigenlijk alles, dat was eigenlijk mijn huis, zeg maar. Daar ben ik wel keihard geworden, want ze hebben daar hun eigen rituelen, zeg maar, waardoor je echt een man wordt. Dat was met pannen in de nacht, deze dan op de oven. Pannen die werden rood gloeiend, zeg maar. In je naakje, zeg maar, moest je dan door de hele groep, moest je dan heen gaan. Iedereen met die hete rood gloeiende pannen op je rug, zeg maar, op je rug slaan. Ik heb echt hele gekke dingen meegemaakt. En dan was ik dan dus tot mijn 16, 17e was ik daar. Als je geen vader hebt, moet je zelf tegen de muur aanlopen. 10 keer, 20 keer. Dus er zijn heel veel paden die je kunt volgen. Maar ja, welke is het goede nou? Ik ken heel veel vrienden die zijn alcoholist geweest. Die zeggen dan, op een gegeven moment zit je in de woonkamer en dan komt de muur op je af. En dat zijn dan momenten waarop jij moet beslissen of je verder gaat of ermee gaat stoppen. En dan, ik denk, dat was voor mij ook zoiets. En dus het werken heeft mij echt een beetje op het rechte pad geholpen. En ik denk dat een levenservaring veel meer dan een diploma kan zeggen. En nu zit ik hier, ik heb mijn eigen bedrijf. Kitten, ja, het heb ik op YouTube eerst gekeken hoe ze dat doen en zo. Ja, dat was blabberwerk hoor in het begin. Maar nu snij ik bijvoorbeeld mijn eigen houtjes. Ik snij mijn eigen materiaal. Ik doe alles zelf. Ik ga als tierenlier. Ik zit aankomende 4 jaar vol nu al. Het eerste wat ging door mij echt was het echt oké, zorg. Hoe ga ik voor haar zorgen? Want dat is echt nummer 1 wat er gedaan moet worden. Weet je wel, want ik wou niet hetzelfde fout maken van mijn ouders. En je gaat daar zelf op je pad, zeg maar. Ja. Je legt de rails daarop. Je baseert de rails, baseer je daarop wat je allemaal hebt meegemaakt, zeg maar, in je leven. Ik was wel constant met haar bezig, dat wel. Dus massage, eten, gewoon met alles, boodschappen doen. Dus eigenlijk op dat moment was ik de vader en de moeder van Dilek. Maar dat vind ik niet erg. Dus ik ben met slechte tijden voor haar de vader en moeder. En zij is met slechte tijden voor mij de vader en moeder. Dus zo lossen we dat op. Zeker. Ik voelde mij toen ik die navel doorknipte, voelde ik echt zo van, je voelt iets van beneden, voel je naar boven komen. En dat had ik ook met Seid. Dat had ik ook met hem. Dus ik denk dat het gewoon iets te maken heeft met vader zijn, denk ik. Vaderschap. Je krijgt echt zo'n tinteling boven je hoofd. Ja, sommigen vallen dan flauw, zeg maar. Ja, en ja, ik heb toen een hevige tinteling gekregen. Dat weet ik nog heel goed. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha. Ik weet nou niet of mijn vader dat bij mij heeft gedaan. Ik heb altijd het gevoel van niet.
Dus zoiets voel je wel, denk ik. Nou, als we geboren werden, hebben wij in onze cultuur... Nou, het is niet in onze cultuur, in geloof, zeg maar. Dat wij de ezaan op een normale manier in zijn oren zeggen, zeg maar. Het is gewoon puur dat hij gewoon later weet van... Oké, dit is de ezaan. Dat ik gewoon... Ik heb dit eerder gehoord. Ashhadu Muhammad Abdul Rasul. Ik kom van werk, ik ben helemaal kapot. Ik ben echt helemaal kapot. Ik kom die deur, ik doe die deur weer open. En ik zie mijn kinderen en dan is het papa, papa. En dan krijg ik zoveel energie dat ik niet meer moe ben. Daar doe ik het voor. Dat is voor mij, dat geeft mij energie om weer echt de volgende dag weer door te gaan. Als een kind aan mij vraagt van, hé hey papa, ik wil naar een Mac. Hé hey papa, ik wil chocolade. Dat ik haar dat kan geven. Weet je wel? En mijn kind moet gewoon leren wanneer dingen die in de maatschappij horen. Weet je wel, dat heb ik niet gehad. Kijk, als ik dat zou hebben, dan zou ik ook op tijd mijn huis kopen. Dan zou ik ook gelijk geld gaan sparen, weet je wel. Dat zijn de normen van de Nederlander. Zo, tenminste, sparen, huis kopen als eerst. Als mijn vader mij had geleerd om op je 18e een huis te kopen, om op je 18e geld te sparen, nou ja, dan denk ik dat ik hier niet stond nu. Nee. Want ja, die kinderen zien echt zo snel alles. Het is gewoon een kopieermachine ook. Alles wat je doet, precies hetzelfde nadoen. Is wel grappig, ja. Dat is ook waar een beetje de verantwoordelijkheid begint. Weet je, begint bij jezelf. Ik luister wel heel veel André Hazes door mijn vader. In huis, binnen huis. Ja, bloed, zweten en tranen. Daar zit het gewoon in. Zweten, hard werken en... Het eindresultaat. Ik ben 32, maar ja. Ik ben er wel bijna, weet je wel. Waardoor ik kan zeggen van, oké, ik heb nu echt eindelijk een rustig leven. Die ik nooit eerder heb gehad. Want ik wil een legende worden voor mijn kinderen. Dat is mijn doel. Ja. Ja, dat mijn kinderen echt bij... dagelijks over mij praten. En dat is gewoon een beetje liefde geven en klaarstaan voor de kinderen. Een dag dat ik met mijn kinderen lach is altijd een leuke dag voor mij. Weet je wel, dus dat is al iets speciaals dat ik met mijn kinderen kan zijn.